In. Wij gaan naar een lijstenmakerij, want Richie heeft een paar. Is it pictures you got there or is it paintings? No, they're photographs. Cut! Unpaid! Look, what am I wearing? What? I look like a sea lion. Look you like look I just... like a turd. Like the emoticon turd. I did not look like the emoticon. And I guess when you put this together in your vlog, you're going to put the little gif of the emoticon turd over the top. Yes, I will. Put it over the top of your face. Yes, so they can. We gaan een lijst laten maken voor de artworks van Richie. En daarna gaan we naar het Frankendaal Park. We zitten weer in onze Green Wheels uiteraard. Ach, het is zo'n feest. Je kan 100 dingen bedenken wat je met de auto wil doen, wat leuk is. En daar zijn Joke en Ayan, dus gaan we op 1,5 meter een drankje doen, buiten. Wat gaat hem vast? Ik heb niet zo. Oh ja. Yeah. The one on the left? No, the whitewash color. Richie heeft een 0.0. Nou, 0.0. Ik heb een wijntje. Ijskoud, dus dit wordt een borrel van 15 minuten. Ja. Dankjewel, Madeline, too. These are from Como, ja? Ja. Ja. That event we did with emotion. Yeah, you told me. Yeah, this dove is making moves on the other dove. Yeah. Me too. Let's get on some muscles and rush. Ja. Joki! Hey! Woppie! Lekker gezellig! Ik ga even naar de appie. Oh. Kijk, ik heb deze jas weer eens aan. Eigenlijk perfect. Die kleur, die past voor. Broccoli, pittige tonijnsalade. Dit is mijn gekke craving af en toe. Corned beef. Ik denk dat ik dat van mijn vader heb. Die eet dat ook af en toe. Die at dat vroeger af en toe. Vind ik heerlijk. Op een bolletje met roomboter. Schapenkaas. Heerlijk. Hier ga ik kijken wanneer Sydney ook dit soort dingen mag eten. Naast groenten en fruit. Uien. Kikkererwten leek me ook een goede eiwittenbron voor Sydney. Hagelmix en normaal volkorenbrood voor Sydney. You want white bun with corned beef? That's my, like my, I love that. I sometimes eat it like twice a year. So I bought it, so if you also want it. Yeah, with a bit of mustard? Nee. The Dutch way. I love it the Dutch way.
kind of have a feeling like I might not have a choice though of how I have it. You can have it, but... No, I'll have it the way you make it because then it's special to you. If you put mustard on corned beef, you don't taste the corned beef, you taste the mustard. So then you... Doesn't matter that it's corned beef, you know? I want it the way you have it. Yeah, thank you. Lieve Roosmarijn, hier bij de beloofde bloemkool van opaline. Ja, ik heb opaline opgezocht. Dat is dus ondoorzichtig glas. Dat wist ik ook niet. Opaline is zeer kwetsbaar en kan niet tegen hoge temperaturen vaatwasser. Heel veel plezier ermee en hoop dat het een leuke aanvulling op je servies is. Lieve groet, Emma, de Collector's House. Dit is echt een handschrift voor iemand met een Collector's House. Maar ik ga het helemaal niet voor eten gebruiken, dus ik ben niet bang voor vaatwassenproblemen. Oh, zo half transparant. Wat een beeldschoon ding, hè? Zie je daar dus op de randjes wat licht doorheen komen? Het is een beeldschoon ding. Daar pakken, want ik denk dat er heel mooi staat op die plank van Sydney. En ik ga haar kamer nu eventjes onder handen nemen. Want ze is wakker en Richie heeft haar vandaag. Dus ik heb mijn handen vrij. Heel veel mooie kleur, want het is nog niet heel kleurrijk daar. Misschien ook deze erbij. Deze twee groene bij elkaar. Er zijn hier dus een paar dingen. Deze leek me leuk om nog ergens op te hangen. Kan ook als plafonnière. Dus ik heb twee zonnen. Eentje gekregen van Wonderful Find. En die andere heeft een kijker voor mij gevonden. En die gaan nu naast die shelf. Deze twee. Heel erg leuk lijkt me dit. Heel leuk, zit niet. This in line with the... Yeah, mooi. I'ma see what you got for me, baby. Got for me, baby. Got for me, baby. Take what you got for me. Cute, eh? It's funny, I could probably even go higher now, but I guess I guess if you walk closer. Okay, look at shelves across here. You put your artworks here. And then I want to reframe this thing, the color that you also use for your frame. So maybe if it can go there, or we just put this here, yeah. Or I just put it up the shelf like this. But then in a frame that I think that suits this, a gold frame for example. Ik heb deze gevonden. En, oh, gaat dat passen? Nee. Richie heeft heel lief toen ik zwanger was voor moederdag dit artwork gegeven wat een tatoeëerder heeft gemaakt. Ja. Heel mooi, dit lijstje is door iemand met de hand gemaakt. Daarom is het zo'n gekke achterkant. Maar daar heeft het wel een heel mooi effect. En dat goud past natuurlijk weer perfect bij mijn twee zonnen.
mijn zak met dingen die ik niet meer gebruik. Dit is bijvoorbeeld zo'n ding wat Sydney aan had toen ze heel klein was. En nu zit ze gewoon in die voetenzak van de kinderwagen. Dit is ook zo'n handdoekje. Dit is nu wat te klein om echt goed om haar heen te krijgen. Dit is een zak met dingen die nog steeds te groot zijn. Dit is de reiswieg, knuffels, instructieboekjes van de kinderwagen. Kijk, ik kan nu ook lekker mijn rieten mandjes gaan gebruiken. Deze la bedoel ik dus met toiletartikelen. Deze is in de was geweest, die is lekker fris en fruitig. De kamer is af voor zover wat ik nu allemaal had, wat ik graag wilde neerzetten. Dus ik ga het laten zien, een update. Dit kennen jullie, dit is ons bankje van Wonderful Find. Die gebruiken we dus heel vaak om 's avonds te voeden, want Sydney wordt snel afgeleid, dus dan zit ze hier lekker rustig. Lampje heb ik op de Westerstraat gekocht. Vintage, roze lamp. Dit hemeltje hebben we hier even voor de veiligheid. Deze vlag heeft mijn zus gemaakt en die gordijn heb ik samen met mijn zus gemaakt. Nou, die pot heb ik laatst gekocht bij Rattenplan Diemen. Die zeil heb ik al heel lang geleden bij Noppes gekocht in Purmerend. Deze heb ik van mijn zus gekregen. Die kussens komen ook uit een kringloop Diemen, geloof ik. Het bedje is goudmetaal van Baby Planet. Die commode is van May.com. Dat mandje heb ik van mijn moeder gekregen. En de hoes van dit verschoonkussen heeft mijn moeder ook gemaakt. Kijk jongens. En dit is nu de deco. Dus die komt uit de kringloop. Die plank is van IKEA. Vazen zijn vintage. En die zonnen zijn ook vintage. Kijk, en die lamp heb ik van straat geplukt. En hier, ja, het voorraadgedeelte. Misschien kan die zak toch naar beneden. Maar ja, deze heb ik van Corrie gekregen. Van Angel Fashion Academy. Heel cute. Kijk, daar leeft een muisje. Met een cupcake. Ik denk dat zij dit heel leuk zal vinden straks om mee te spelen. Alle praktische dingen. Voorraden. Nou, wat gezellig wordt het hier, hè?